We gaan maar kijken naar Edel Therese Hoiseth uit Noorwegen, 26 jaar oud. En zij reed in deze tiende rit tegen de eerste dame die aan de tweede afstand van dit Olympisch toernooi begint. Daar is ze, Mihaela Tascalu uit Roemenië. Tascalu in de buitenbaan, Hoiseth in de binnenbaan. Nou, dat duurt nog even. Hoiseth was er 4 jaar geleden al bij. Werd toen 14e op de 500 meter. Internationaal gezien is haar beste prestatie tot nu toe de 9e plaats in 86 en 1990 op het WK Sprint. Momenteel staat ze 5e in de stand na 4 wedstrijden op de 1000 meter in de World Cup. Tascalu reed voor haar doen, althans, maar dat is op een ander niveau dan wij gewend zijn aan de top. Een prima EK. Met 3 nationale records. Daar zijn ze weg. En waar moeten wij deze dames op inschalen? Ook op een plaats boven of onder de eerste 10. Kijk maar naar de openingen. Tascalu 11:17 om 11:25 voor Hoiseth. De Noorse nu de buitenbocht in en Tascalu ligt niet eens zo ver achter en zou er misschien naast kunnen komen. En zelfs licht voor. Ze ligt precies gelijk, nu althans nog. En nu komt ze licht voor Mihaela Tascalu. Maar Hoiseth vecht terug en Hoiseth wint. En de tijd van Tascalu blijft staan op 41:09. Dat gebeurde gisteren ook al een keer, toen kwam er een hand aan te pas. Hoiseth 41:89.